Wie we komend seizoen ook niet terugzien is Wesley Kreder. 32-jarige renner die kreeg 2 maanden geleden eind augustus een hartstilstand. Als zijn vrouw en zijn schoonfamilie er niet geweest waren, dan was hij er misschien ook wel niet geweest. Advies van de dokter uiteindelijk, stop met fietsen. En ik vroeg hem eerder vandaag hoe het met hem gaat. Ik voel me ook gewoon goed. Oké, ik heb mijn slechte dagen en vooral naar de avond toe als ik in bed lig met mijn vrouw. Dan merk ik wel dat ik het wat moeilijker heb. Maar dan ja, zoek ik mezelf meer op. Het gaat op zich, ja, fysiek gaat het best wel oké. Ik had er slechter aan kunnen, of ja, ik had er slechter bij kunnen zitten. Je kan gewoon bewegen, lopen, ja. Alles doen? Ja, ik fietsen doe ik nog wel steeds regelmatig. Gisteren heb ik dan een toertocht gedaan, hier zo'n appelflappentocht in Hapert. Een dorpje naast ons. Daar ben ik dan met oud huurrenner ook van Kasteleins en dan een vriend van ons ben ik die gaan doen. En mijn vrouw zelf ook, maar die is een kortere route gaan doen. Dan heb ik het plezier wel echt in het fietsen. Maar ik merk ook wel van, ja, het hoeft niet nu. En ik pak wel gewoon de dagen dat ik wil fietsen, dan ga ik ook fietsen. Ik doe nu ook wel wat hardlopen. Nu ben ik begonnen met krachttraining thuis. En zo probeer ik een beetje mijn dagen door te komen. Ja, want dat is dus het fysieke deel. Je zegt al qua mentaal, je gaat in je hoofd zitten als je 's avonds in bed ligt. Ja, waarom? Hè? Waarom hè, is het mij overkomen op 32-jarige leeftijd? Ik was altijd iemand die meer om me heen keek van, zal die het niet ooit een keer krijgen of die? Hè? Qua lichamelijk zie je dat iedereen niet altijd, of fysiek... Ja, niet helemaal zo sportief is als mij. En dan komt het jezelf. Hè, het gebeurt soms wel om je heen of dichtbij. Maar ja, ik had nooit verwacht dat het mij zou overkomen. En dan ga je er wel even over nadenken van... Ja, potverdorie. Hè, want ik woon eigenlijk naast mijn schoonouders. We zijn gekoppeld met een huis. Dus wij hebben bovenlangs hebben wij een doorgang. Daar hebben we hun eigenlijk gelijk kunnen halen. Of ja, met een vrouw. En ja, als je dan gaat nadenken in bed van, oh ja, als dat niet zo was. En als mijn vrouw alles had moeten doen, ja, wat dan? Oké, ze kan reanimeren. Maar wat dan, weet je wel, elke seconde dat telt.